Welkom bij weer een nieuwe video. En we zijn natuurlijk, zoals je weet, bezig op dit moment met het tekenen van aapachtigen. En vandaag is het de laatste van de zogenaamde s'nacht, of nee, niet zogenaamd van s'nachts levende apen die aan de beurt komt. Namelijk een zogenaamd spookdiertje, een Filipijns spookdiertje om precies te zijn. En hoewel deze veel lijken op de, bijvoorbeeld de lories die we hiervoor tekenen, zijn ze meer familie van echte apen dan van wat we halfapen moeten noemen. En laat ik deze even ontevreden laten kijken. Dat zegt ons wel dat onze voorouders waarschijnlijk heel erg in de verte nachtdieren waren, net zoals heel veel van deze, mag ik eigenlijk niet zeggen, primitievere primaten dan nog steeds. Nog steeds zijn. Interessant. Zo zou maar kunnen in ieder geval. Ik geloof niet dat dat helemaal zeker is. Het zou kunnen. Hoe dan ook, ik teken ons spookdiertje op zo'n manier dat hij zich helemaal vastklemt met zijn voetjes en vingers aan een tak. En een heel klein stukje van het tak. Of ik kan er misschien nog wel wat leukers van maken dan een takje. Je weet het maar nooit. Ik heb nog niet besloten. Zo gaat het met tekenen. Je weet lang niet altijd van tevoren. Tenminste, ik niet. Dat ik allemaal zal gaan tekenen. In dit geval is ik het dus zeker niet. En dus voor kiezen om er dus een wat spannender soort plant van te maken. Iets varenachtigs. Moet ik eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of deze dieren met boomvarens of boomvarenachtige planten samen voorkomen. Maar ja, ze komen ook niet samen voor met al die andere dieren die we op deze plaats zien. Dus misschien moet ik daar maar niet al te lastig over doen. Zo, dan is de kunst natuurlijk een beetje tussen die pootjes door. Zo, hop, hop, hop. Moet niet vergeten de hele lange staart met een leuk kwastje eraan. Hop, hier zien we hem ook te tekenen. Komt ie. Dit spookdiertje vindt het duidelijk niet zo heel erg leuk om op de plaat te staan hier bij al die andere dieren. Tja, het zijn volgens mij een beetje dieren met een voorkeur voor privé toestanden. Dus ja, ik kan me er van alles bij voorstellen. Ik zeg niet zo goed wat er met deze plant aan de hand is, want echt een hele nette, realistische boomvaren is het zo niet volgens mij, maar ach, dan kun je eens een keer wat anders tekenen. Je ziet hierbij dat het helemaal niet erg hoeft te zijn om dwars door elkaar dingen te tekenen, want bladeren doen dat natuurlijk in werkelijkheid ook lang niet altijd allemaal netjes door elkaar zitten, of langs elkaar heen gaan, dus ach ja. Natuurlijk ook een beetje om de suggestie. Wat schaduw erin en zo. Kom je daar al snel een heel eind mee. Hiermee wordt deze plaat ook ietsje langer. Oh, dan ga ik langs de wezel maken hieronder. Even oppassen. Zo. Staart van de Sivaca. Zo. Dan moet ik even zijn armpjes nog tekenen. Zo. En een paar pluimpjes zo. Hopla, een spookdier.